75 jaar vrijheid en mijn familie. De online versie van het muziektheaterprogramma dat Brisa hopelijk vanaf september in het Zeeheldentheater in Den Haag gaat spelen. In het kader van 75 jaar vrijheid. Van 1 mei tot en met 10 mei op YouTube, Instagram en Facebook van Brisa te zien vanaf 2:30 'smiddags. Het vervolg van het verhaal over Rue Paré en een van haar onderduikkinderen. En zo moet Hanneke steeds door Rue Paré naar een nieuw adres gebracht worden. Chris Lebeau vervalst dan steeds weer het persoonsbewijs. Tante Zus brengt het dan steeds weer naar naartoe. Pas 12 onderduikadressen later vindt Hanneke Lankhout een veilig onderkomen in Eerde, in Noord-Brabant. Tante Zus, wat fijn! Heeft u een verrassing bij? Natuurlijk. Ik breng toch altijd iets voor je mee? Dank u wel, Tante Zus. Je mag vandaag je moeder een brief schrijven. En die zal ik dan aan haar gaan brengen. Hier, ik heb papier voor je en een potlood. Wat zal ik schrijven? Eerde 6 juli 1944. Lieve mama, gefeliciteerd met uw verjaardag. Het gaat goed met mij. Ik mag weer naar school. En de kinderen zijn heel aardig. En oom en tante Joske ook. Houdoe. Goed zo, tante Zus. Heel goed. Dag, lieve Hanneke. Ik ga gauw verder, want het is nog een lange reis naar je moeder. Dag. Dag, tante Zus. Bedankt voor de strik. Dankzij het woordje houdoe onderaan de brief weet de moeder van Hanneke Lankhout dat haar dochter in Noord-Brabant ondergedoken moet zitten. Dus na de bevrijding van het zuiden reist ze met haar fiets alle dorpen in Noord-Brabant af op zoek naar haar dochter. En dan, eindelijk, na heel lang zoeken... Woont hier soms een meisje dat Hanneke heet? Hanneke? Hanneke, zei jij? Ja, nou weet ik het. Toen woonde hier in het dorp bij Jokie Jaske woonde zo'n meisje Hanneke. Daar was familie van haar. Die werden daar opgevangen. Maar ze zijn er nou niet meer, want alles is geëvacueerd door Duitsers. De hele spul is naar Mariahout gegaan. Oh, hoe u daar komt? Oh, dat is een eenvoudige vrouw. Als je nou daar kijkt bij die kerk en dan gaat het daar linksaf en dan alsmaar rechtdoor. En als je daar bent, dan vraag ik nog maar een keer. Dat komt wel goed. Houden we? Mama, Hanneke! In de laatste maanden van de oorlog worden veel verzetsmensen door de Duitsers nog opgepakt en net als George Maduro, Anton de Kom en Chris Lebeau naar een concentratiekamp afgevoerd. Geen van drieën overleeft dan ook de oorlog. Gelukkig komen de geallieerden ons te hulp tegen de nazi's. We'll be right back.
toch dat snoesje. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Voor de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Wie is Loesje? Loesje is een snoesje. Viva Beluba. Loesje is een snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band.